Goedemorgen, volle dag nummer 2. We gaan over het bospad richting de parken weer voor Early Magic Time. Kijken of we wat meer kunnen gaan zitten vandaag. We in ieder geval een show mee kunnen pikken. Alhoewel, als we een beetje opschieten vanavond, kunnen we ze alle twee doen, hè? Ja, vorige keer ook al een keer gelukt, toch? Ja, anders doen we vanavond samen en morgen. Precies. Als het goed is, zou dit een kwartier loop moeten zijn. Ja, er zitten hier wat visjes. Oh. Die je het een beetje kan zien. Ja, best. Een paar hele grote units. Hmm. Maar gisteren zagen we echt een monster gewoon. Hij is ook wel ergens per zwemmen nog. Scary Lodge. Ja, ring me weer. Blijft ook wel leuke. We gingen nou eerst naar Disneyland, toch? Nu nog even een stukje lopen. En dan gaan we naar binnen. Anderhalf uur voordat het park open is. Samen met heel veel andere mensen. Dat dus. Het enige nadeel van Extra Magic Time is dat je er zo verrekte vroeg je des vooruit moet. Maar aan de andere kant is het heerlijk rustig zo. In de castle reveal. Oh. Mooi. Als het een beetje tegen zit, realiseer je dat? Is dit de laatste keer voordat we deze zien voordat we naar Anaheim gaan? Nee. Als het tegen zit. Als het mee zit niet. Suus wil heel graag naar The Legend of the Lion King. Of The Lion King Festival, of weet ik hoe die heet. Iets met de Lion King. Precies. Dus dat gaan we wel proberen uiteraard. Als we een beetje een leuk verblijfprijsje krijgen. Als het goed zat. Le Château. Nou, Pet. We hebben hem ook nog gevonden. De Metal Earth. Van deze jongen. Dus we gaan hem ook in elkaar knutselen. Ja, ook weer onder het kasteel door geweest. Toch gebeuren. Even voor de goede orde. We hebben de laadblokken bij ons dit keer. Dus we kunnen los. Dus dat moet helemaal goed komen voor de rest. En we gaan even kijken bij Peter Pan, die nu al druk is. Of anders op de foto met Mickey. Die is ongeveer recht voor ons nu. De draaimolen begint. Dus dat. Oh, mooi, de zon achter me ook. Zo. Het is daar, anders moet je helemaal eromheen. Speciaal voor de Legends, Speciaal voor de Legends of the Force. Dat is geen maan, dat is een space station. Hè? Is het zo? Nou, we lopen daar gewoon heen. Dus voor Peter Pan al, hè?
eerlijk is eerlijk, ik blijf het een hele leuke attractie vinden, maar ik snap dus gewoon niet. Waarom mensen hier zo voor in de rij gaan staan. Ja, nou ja, ja, we hadden toch dat hele handige boekje. Ja. Ligt in het hotel zeker? Ja. Ja, nou, is in plaats van... Het staat niet in de app wat er allemaal open is. Ja, je staat pas om 10 uur open. Oké. Okay. Maar dat was de vorige keer ook. Tote Hall is ook dicht vandaag. We gaan gewoon eens even in de app kijken wat er allemaal open is. Ik ga even zitten. Moments later. Toch richting Space Mountain om het daar te proberen. Het zal ook wel druk zijn, hoewel het aantal volk wat hierheen loopt valt wel weer mee. Ja. Het is wel weer rustig. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken, hè. Utopia krijgt in ieder geval een flinke opknapbeurt hier. Een echte flinke opknapbeurt. Heel die dome is weg. En dan mag een loos geraamte. Maar ze staan hier buiten. Dus het scheelt ook al. En er is nog geen Fastpass. Hyperspace Mountain. Hoewel ik de overlay nog steeds niet vind passen, dat mag eerlijk gezegd worden, vind ik, is die wel super cool. Het is, ik mis nog steeds het hele de la Terre à la Lune principe. Maar Hyperspace Mountain is wel gewoon cool. Gewoon. Bonjour. Even offshore voor de record, mag de la Terre à la Lune, maar dan in een verbeterde effecten terugkomen. Geluid is ook wel bloeihard gewoon. Bouwtekeningen, blueprints. Ik zeg het, hij is super cool. Ik vind het niet passen, maar hij is super cool. Oh. Dit is het. We gaan hem gewoon doen. We mogen bijna. Was natuurlijk binnenin hadden ze alle airco units weer op overstand staan. Maar we zijn weer buiten. Voor mij is mijn laatste keer met Christen geweest. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar was steeds te druk. Nee, toen ben jij nog wel geweest met die mannen. Toen ben ik alleen daar naartoe gegaan. Ja. Heb ik trouwens ook gedaan. Nou ja, met de mannen. Ja. Hyperspace Mountain, 20 minuutjes. Ja, Suus steekt wel 2 duimpjes op. Maar we hadden geen geluid. Niet eens geen muziek, gewoon geen geluid. Geen effecten. Niks. Het deed het niet. En er werd ook niet echt moeite gedaan om dat überhaupt weer aan de praat te krijgen. Nee, gewoon doorlopen. Star Tours is onverwacht open. Je zou pas om 10 uur open gaan. We gaan hem gewoon doen. Sorry voor deze onderbreking. Suus tikt me even op mijn schouder. Maar goed, Hyperspace Mountain. Super coaster. Super leuk gedaan. Zonder muziek. Mega saai. En ja, gooi hem dan gewoon dicht. Kijk wat er aan de hand is, fix het. Bonjour. Bonjour. Maar goed, Star Tours. Die adventures continue. Als Ewok. Als wat zei je? Suus gaat als een Ewok. Gewoon omdat het kan. Maar klein stukje achtergrondinformatie. Wat heel veel mensen niet weten of wat eigenlijk in Disneyland Parijs een beetje ondergesneeuwd is. De aanpassing van deze attractie is gekomen
toen deel 1, 2 en 3 van Star Wars zijn uitgekomen. De prequels. Oorspronkelijk was deze reimagining dan net zoals de films ook een prequel. Die vliegt dan ook in een Star Speeder 1000 in plaats van een 3000, waarbij de 3000 dus de nieuwere is. Dus de oude attractie had nieuwere vliegtuigen, zo gezegd. En Rex, die hier in de wachtrij staat, is niet afgedankt, maar dat is een nieuwe levering. Want waarom is Rex vastgebolten aan de onderkant? Suus kijkt echt aan, geen flauw idee waar het over gaat. Omdat de piloten van de Star Speeder 1000, als ze boos zijn, weglopen. Vandaar dat je in deze attractie met C-3PO vliegt. Even nerd informatie. Maar dit is dus geen vervolg, dit is eigenlijk een prequel. Met de komst van de nieuwere films is het allemaal een beetje in een rommeltje geraakt. En nu is het gewoon een attractie met verschillende scènes. En is het achtergrondverhaal helemaal weg. En Suus zit me echt aan te kijken van, wat lul je. Inderdaad. Nerd. Nerd, 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 nerd. Maar dat dus. Maar dit zou 20 minuten moeten zijn. Ja, dat wel. Maar het loopt op zich wel. Maar volgens mij is het geen 20 minuutjes. Maar we gaan het zien. Star Tours. Nou, hier is kennelijk ook iets mis met het geluid. Want hij stond met kletsen. En er kwam niks uit. Er wordt nu iets omgeroepen, ook niet te horen. Al zei niet oud, nieuw. Niet afgedankt. Klaar voor te vervangen. Maar goed, dat verhaal is weg. Nou, start is ook vink. Suus werd voor het eerst in lange tijd weer eens niet helemaal lekker. Ik heb de brilletje afgezet, ik heb de 2D-versie gedaan. Ik ga nou... Blij dat je eruit was, ja. En we gaan nou kijken of we fastpassers niet kunnen, want die kunnen we scoren. We gaan nou fastpassen halen voor Big Thunder Mountain. En daarna gaan we op pinjacht. Kijken of we de pins kunnen vinden van Phantom Manor. Die vandaag zijn uitgekomen. Het zijn geen limited editions. Dus ik verwacht niet al te veel ellende. Precies. Dat dus. Dit dus. Een wachtrij voor de fastpass. Nou weet ik toevallig uit ervaringen in de verschillende Disneyparken dat het niet zozeer aan het systeem ligt, dan wel aan het begrijpen van sommige mensen, die het vooral niet begrijpen. Het loopt wel redelijk door. Maar het loopt redelijk door. Als je nou een hele badge krijgt van mensen die het wel snappen, dan gaat het snel. Maar we gaan vastpasjes halen. Over te wachten, jij zelf zit al op 40 minuten, hè? 60 al. Dat is natuurlijk ook een attractie kunnen doen. Ja precies, we hebben Space Mountain en Star Tours net gewoon kunnen doen, die zijn altijd druk. Er stond nu ook alweer een rij, ook daar voor de Fastpass machine. Nou, we zijn goed op weg. In de rij voor Phantom Manor. Haha, toch niet. In de rij bij Phantom Manor. Voor Mickey. Tussen de boompjes door daar. Maar het is in principe is klaar. Zo goed als. Maar ga gewoon niet open. Nou, dan heb je de foto geweest met Phantom Mickey.
bij gebrek aan beter. Phantom Manor is dus nog steeds niet open. We hebben ondertussen wel pins gehaald. Ik denk dat het wordt vechten, maar nee hoor, valt absoluut mee. Kon ze gewoon pakken en meenemen. Afrekenen. Ja, uiteraard afrekenen. Dus maar... ja, foto's van Mickey, nou heb ik gezien. Davy en Jordi kennen er al zijn trucje mee, hè? Kennen wij dat ook? Kun jij knippen? En nog één? En nog één? Kijk. Nou, zo dus. Zeker ook de goofballs. Ook even kijken, we pikken gewoon heel gemeen hun truc. Maar kijk hun video's ook gewoon even. Dus we gaan nou een vroege lunch doen. Cowboy Cookout is open, die was gisteren nog under refurbishment. Nu niet meer. En we gaan een vroege lunch om de drukte voor te zijn. Even lekker smikkelen. Lunch has arrived. Tusje heeft salade de poulet. Ik heb de menu... hoe heet die? Gaat er niet bij. Aziat Texan. Met een worstje en een stukje kip en een sperrip en ongezouten friet. Toverland! Aha! Foto's sturen naar jullie. Kijk dan zelf. Word gewoon even geïnterrumpeerd. Hallo. Fantastisch leuk. Hallo. Eet smakelijk. Dank je. Doen jullie mee? Hoi. Hoi. Hey. Ik heb heel de tijd het vermoeden gehad. Dat jullie toch zouden komen. In de fastpassrij voor Big Thunder Mountain na het eten. Vroeger heette de films ook La Guerre des Étoiles. Dat is niet, zal maar zeggen, dat is niet de oorlog tussen de sterren, maar de oorlog van de sterren. Dus dat klopte niet echt. Maar goed, over enkele ogenblikken begint het. Dus we staan hier nou naar te kijken. Als we zo gaan beginnen, dan gaan we los. Het is een heel mooi canvas. Voor mij mogen ze het gewoon vast doen.